Ja, gaan we door met de volgende twee lessen, taal en spelling. Bij taal heb je zo meteen nodig je kopieerblad. Ik pak hem er zelf ook heel even bij. Van de week zijn we bezig geweest met les 2 en vandaag heb je nodig les 9, de samengestelde werkwoorden. Bij spelling zie je staan thema 5 woordendicté. Morgen doe ik met jullie een zinnendicté. Het dicté kun je, wat mij betreft, vind ik dat helemaal prima als je dat even doet in je blauwe schrift van taal. Als je zegt, juf, ik doe dat liever op een los blaadje, vind ik natuurlijk ook prima. Maar je mag het voor mij gewoon doen op je, in je schrift van taal, omdat we voor spelling geen los dicté hebben. Dus vandaag spelling, thema 5, het woordendicté. En dan bedenk ik me wel, dit staat er niet bij. Bloon, van, niet van de woensdag, juf, het is donderdag. 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 Dus thema 5, het woordendicté. En denk zo meteen aan je blonen. Ik begin met taal. Dus je boek heb je niet nodig en je werkboek heb je niet nodig. Je schrift heb je dus daar alleen maar nodig als je daar je dicté in gaat maken. Dan zet ik heel even de andere zijde aan. Bij taal staat thema 5, les 9, extra oefenen. Kijk ik eerst even met jullie naar die instapkaart. Dit ga je leren. Je leert wat een samengesteld werkwoord is. Nou, helemaal leren gaan we dat niet, want we hebben dat al een paar keer geoefend. Dit moet je weten. Een samengesteld werkwoord bestaat uit twee woorden. De twee woorden staan in een zin vaak niet naast elkaar en niet aan elkaar vast. Het zijn van oorsprong, dus is het één lang woord, maar in een zin is het dan, ik maak het raam open, maar dat komt, ik maak open, dat komt van het werkwoord openmaken. Maar ik kan niet zeggen, ik openmaak het raam. Nee, dat klinkt niet. Dus een samengesteld werkwoord is vaak uit elkaar gehaald. Beide woorden van het werkwoord horen bij het gezegde van de zin. Hebben we van de week en ook vorige week al een paar keer geoefend, het gezegde van de zin. Dat waren alle werkwoorden in de zin. Nou, bij opdracht 1 staat, onderstreep de twee woorden van het samengestelde werkwoord nazeggen. Het samengestelde werkwoord staat ervoor. Jij gaat de zin goed bekijken en je bekijkt dan, hey, wat herken ik er nog van? En je moet dus niet letterlijk nazeggen zoeken, maar je zoekt de vervoeging, zoals ze dat zo met zo'n dure woorden zeggen. Je zoekt in de zin op van, hey, wat hoort er nou bij dat werkwoord van nazeggen? Of leegdrinken, schoonvegen, neerleggen, aandoen of opzetten. Dus nogmaals, niet letterlijk het eerste woord opzoeken, want dan zoek je je helemaal suf, dat ga je niet terugvinden. Bij opdracht 2, onderstreep het gezegde. Let op, soms staan er twee. En soms staat er in een zin twee keer een werkwoord genoemd. Misha doet mee aan een hardloopwedstrijd, nou dan was het hele werkwoord meedoen. Bij zin 2, zijn vader moedigt hem aan langs de kant. Ik zoek het gezegde. Het gezegde, dat waren alle werkwoorden in de zin. Alle werkwoorden, kan ik ook zeggen, alle doewoorden. Dus zijn vader moedigt hem aan langs de kant. Dan is het gezegde, inderdaad, moedigt. Maar wat hoorde daar nog bij? Ik moedig aan. Dus het hele werkwoord is dan niet moedigen aan, nee, andersom, aanmoedigen. Dat doe je bij opdracht 2. Bij opdracht 3 schrijf het hele werkwoord achter de zin. Noah speelt graag samen met Timo. Speelt graag samen met Tigo. Timo. Ik zoek eerst het hele werkwoord op. Ja, dat lukt niet, want dat staat er niet in. Nee, dus ik zoek eerst het gezegde op. Noah speelt graag samen met Timo. Ik zoek een doewoord. Speelt. Is het alleen speelt of was hij samengesteld? Speelt graag, speelt samen. Speelt samen. Want die komt van het hele werkwoord samenspelen. Dus bij opdracht 3 en bij opdracht 2 schrijf je het hele werkwoord op. Bij opdracht 2 hebben ze er nog een extra opdracht bij gedaan, is dat je even moet onderstrepen. Dat mag je bij opdracht 3 natuurlijk ook doen als dat jou helpt om het gezegde te vinden en daardoor dan het hele werkwoord. Maar bij opdracht 3 hoeft het niet, maar het mag dus wel.
Nou, dit was vandaag je stukje van taal. Spelling, daar ga ik nu mee verder. En dat had ik net al gezegd. Daar kun je je schrift van taal voor gebruiken om daar je dictée in te noteren. En als je het fijner vindt om dat op een los blaadje te doen, vind ik dat ook helemaal prima. In elk geval had ik er graag boven staan, thema 5, woorden dictée. Thema 5, woorden dictée. Daar gaan we. De eerste is kerstboom. Kerstboom. De volgende. Teenslippers. Teenslippers. Nummer 3. Duikbrillen. Duikbrillen. Als je denkt, juf, wat ben je in de klas aan het doen? Ik ben helemaal niks aan het doen, maar in de taalklas is de juf volgens mij met heel veel tafels aan het schuiven. En ik hoor misschien dat je het thuis ook wel hoort op het filmpje. Nummer 4. Dienstplicht. Dienstplicht. Nummer 5. Ontzettend. Ontzettend. Nummer 6. Enigszins. Enigszins. Dan nummer 7. Keihard. Keihard. De volgende, woestijn. Woestijn. Dan heb ik rauwkost. Rauwkost. De volgende, kabeljauw. Kabeljauw. Dan het volgende woord, onderhoud. Onderhoud. De volgende, verbouwing. Verbouwing. Dan komen er nog 2. Manege. Manege. En de laatste, kauwgom. Kauwgom. Heb je er nou enige gemist? Kun je me dat natuurlijk niet vragen. Maar dan scroll je het filmpje heel even terug. Kun je ook eventjes nog rustig luisteren naar de woorden. En dan was dit je woordendictee voor vandaag. Morgen krijg je bij spelling ook een dictee, maar dan een zinnendictee. En dan zou ik het fijn vinden als ik daarna een foto heb van je woorden en van je zinnen. Maar dat zeg ik morgen ook nog in het filmpje van Spelling erbij. Dan heb ik jullie gisteren laten zien hoe je de site van spellingoefenen.nl bezorgt. Nou, ik kan vandaag kan ik hem helaas even niet openen op het bord. Omdat mijn internet, zeg maar Digibor doet het wel. Mijn internet heeft op de hele school een beetje storing.
Dus je kunt nog op die site oefenen van spellingoefenen.nl. Dan pak ik hier even mijn weektaak erbij. Achterop jullie weektaak stond dit ook. Kijk maar, daar stond de site op voor redactiesommen.nl. Maar er staat ook het wachtwoord op van spellingoefen.nl. Gisteren had ik al gezegd, je hoeft echt niet al die dictées of al die woorden en die categorieën te gaan doen. Nou, dan kun je er vandaag wel één of twee erbij doen. En zo zal ik ze steeds een beetje blijven verversen, zodat je steeds een andere categorie kan oefenen. Nou, dan hebben we inmiddels gerekend. We hebben taal gedaan, we hebben spelling gedaan. Dan doen we dadelijk nog estafette. Bij estafette gaan we weer even vloeiend en vlot oefenen op het bord. Dus gaan we flitsen. Ik laat je nog zien welke kaarten je zelf thuis kan oefenen. En ik laat het nieuwe filmpje zien van basis, of niet van basis, van nieuwsbegrip. En dan gaan we de nieuwe tekst lezen. En dan moet je dadelijk bij estafette moet je die tekst hebben over dat steenkruis wat van boven uit het heelal naar aarde is gehaald. Nou, dit was voor nu taal en spelling. Succes met je opdrachten en dan zie ik je zo terug bij de volgende les. Doei doei!